De organisatie Be Your Own Hero is bezig met een workshop met betrekking tot de Afro-cultuur. En ze hadden vorige week al aangekondigd dat de heer Seder in Suriname zou zijn met zijn muziekformatie om een theatervoorstelling te doen. En we hebben ook de regisseur in ons midden. Dus we hebben Crème de la Crème. Ze gaan zich voorstellen, want ik onthoud die namen zo snel. Er is een dame hier naast mij, u bent. Mijn naam is Desta Deekman. Deekman. Jawel. Ja, Desta. Ja, Desta Deekman. En u bent regisseur van de voorstelling. Ik ben choreograaf en regisseur van de voorstelling. En het regie heb ik samen gedaan met mijn collega Orlando Seder. Orlando Seder. Yes. Meneer Seder, hoe gaat het? Ik mag niet klagen. Ja, u bent weer thuis. Absoluut. Ja, dit keer niet om muziek te spelen voor her en der. Maar nee. Om iets speciaals uit te beelden voor het Surinaams volk. Nee, klopt. Ja. We zijn gekomen met de voorstelling Cormansé, waarbij ik de regisseur ben en de scriptwriter. En ik de muzikale omlijsting heb gemaakt. Cormansé. Cormansé. Ja, stamt af van Cromanti. Nee, de Cromanti komt van Cormansé. Sa, daar leer ik hier vandaag. Ja. En wie is met het idee gekomen om deze voorstelling neer te pennen? Nou, het idee is eigenlijk ontstaan sinds toen al hoor, tijdens de coronaperiode. Ja. Waarbij we dus een uitwisseling deden in Ghana. En we gingen verschillende forten langs en kwamen dus ook uit bij Fort Amsterdam. Ja. Maar Fort Amsterdam had dus een geschiedenis. En het heette voor de verandering Fort Cormansé. Ja. En Fort Cormansé vertelt eigenlijk het verhaal van de mensen die zijn ontvoerd en gebracht zijn naar andere landen, zoals Suriname, Jamaica, Haiti. En die mensen werden de Cromanti people genoemd. Cromanti people. Yes. Dus Cromanti is eigenlijk geen winti. Het is een gemeenschap. Het heeft een bredere betekenis. Bredere betekenis. En wat is uw aandeel binnen het geheel? Ik denk dat ons aandeel is dat het belangrijk is dat we spiritueel erfgoed hoog houden. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. En dat we iets doen met ons talent. En dat we het doen en dicht bij onszelf staan. Dat is het allerbelangrijkste voor ons. Als je dicht gaat naar jezelf, als je naar jezelf kijkt en dan ook kunst kan maken, dat is een blessing. Ja. Het is een blessing in the sky om je talent te gebruiken, om het op podium te zien. Want hoe dan ook, wat het dichtste bij de natuur en wat God bij het dichtste bij de natuur en Anana staat, dat is als je muziek kan maken, die energie voelt. Als je kan dansen, die energie ook voelt, ben je verbonden met jezelf. Met de natuur en ananananga ala de bigisma. Goed zo, u bent jong. Merkt u op dat jongeren ook geïnteresseerd zijn in de Surinaamse of de Afro-Surinaamse cultuur? Ja, zeker weten. Er is zeker een movement aan de gang. En ik denk dat het ook te maken heeft dat, ook zeker sinds de coronaperiode, ben je eigenlijk gedwongen om dichter naar jezelf te gaan. Als je dat niet hebt gedaan, dan is het je zaak. Maar als je dat wel hebt gedaan, dan kom je erachter dat je er niet omheen kan. Als je een Afrikaanse Surinamer bent, is dit een stuk wat bij je hoort. Ongeacht waar je woont. Woon je nou in Duitsland, woon je nou in Europa, woon je nou in Italië, het maakt niet uit. Ja. Feit is, we moeten dicht bij onszelf blijven en het spiritueel erfgoed hoog houden. En ook een voorbeeld zijn voor de voorouders die ons voor zijn gegaan. Ja, Cromanti Negri. Ze komen uit Ghana. Maar ze zijn ook in Suriname. Ja. Wat moeten we weten van die Cromanti Negri? De Cromanti, dat zijn dus Afrikanen. Ja. Die de naam hebben gekregen, maar niet per se de Cromanti mensen zijn. Ja. Dus het kan zijn dat het misschien een Yoruba was. Of een Ewe of een Oyo. Maar dat ze dus doordat hun onvrijwillige reis werden meegenomen naar Fort Cormansé, kregen ze de titel als Cormanti people. Ja. Maar je ziet dus dat binnen de Winti Bribi, wat een geloof- en leefsysteem is, het is meer dan alleen cultuur, zie je dat afdelingen zijn en dat de Cromanti ook een afdeling is in deze filosofie en leer. Ja. Dus het is niet alleen de mensen, ja, het is een gedachtegoed en het is ook de manier hoe je in het leven wilt staan inderdaad. Ja, en wat is zo kenmerkend binnen
die gedachte van Comanche, wat is zo kenmerken? Er zijn verschillende kenmerken, maar het belangrijkste is dat je een goede connectie maakt met het universum, een goede connectie maakt met het kosmos en dat je ook mag dat je jezelf kan gaan activeren om je intelligentie te bevorderen. Je strategisch denkend vermogen ook te bevorderen. Dus er zijn verschillende eigenschappen die eigenlijk worden ontwikkeld. Ja, deze voorstelling is ook bedoeld om het bewustzijn onder de jongeren te vergroten. Mm-hmm. Waarom moeten jongeren komen kijken naar deze voorstelling? Ik denk dat het belangrijk is dat als je naar deze voorstelling komt, dat je geïnspireerd raakt en dat je herinnerd wordt aan de kracht die voor jou beschikbaar is. Ja. Punt. Ongeacht waar je bent, ongeacht welke obstakel je ook hebt in het leven, je wordt herinnerd aan je eigen kracht die beschikbaar is voor jou. Dus waarom daar geen beroep op doen? Ja, geweldig. En deze voorstelling wordt voor het eerst tentoongesteld in Suriname. Ja, in Suriname. Is het ergens al tentoongesteld? Ja, we hebben een tour gehad in Nederland. En daar is het goed ontvangen. Dat is een succesvolle tour. En we doen eigenlijk de afsluiting in Suriname. Ja, de afsluiting. En we hebben ook de hoofdrolspelers in ons midden. Yes. Absoluut. En dat zijn? Jamal Bainu en Vanessa Velter. Ja, ze moeten om deze camera even lopen, zo gaat men. En wat is hun rol? Want ze zijn hoofdrolspelers. Om het verhaal iets meer betekenis te geven en iets meer houvast te geven, heb je dus mensen nodig die je volgt. Ja. En zij vertellen eigenlijk de reis van onze mensen die zijn ontvoerd, maar ook hoe je jezelf geestelijk gaat voorbereiden voor een strijd. Geestelijk gaat voorbereiden tegen het verzet en onderdrukking van slavernij. Meneer Bainu, hoe moet iemand zich voorbereiden geestelijk voor een strijd, een geestelijke strijd? Guam Chinsani. Wat belangrijk is dat je bewust bent van wie je bent. Bewust bent van de kracht van je voorouders. Bewust bent van het feit dat er energieën om je heen zijn die jou als mens versterken. En als je in die kracht gaat staan, dan geeft het je houvast in het leven. Ja. En dan kan je dus voorbereiden op die strijd. En hebben jonge dames je ooit gevraagd, maar hoe doe je het? Ja, die vraag wordt heel vaak gesteld, hoe je het doet. En ik kan uitleggen hoe ik het doe, maar als ik uitleg hoe ik het doe, dan is dat mijn manier. Wat ik vaak doe met jonge vrouwen, jonge meiden om me heen, is dat ik de kracht in hun activeer. Want in iedereen zit het antwoord. Bewustzijn van wie je bent en waar je vandaan komt, dat is de eerste stap, want je moet weten wie je bent. Als je niet weet wie je bent, waar wil je naartoe gaan? Ja. Je moet weten wie je bent en weten waar je vandaan komt. Dat betekent dat je altijd ten alle tijden stil moet staan bij de mensen die voor jou zijn geweest. Want de mensen, Sambin, Dibi, Fobi, voor, dat is het stukje geschiedenis. Dat is het stukje voorgeschiedenis. Maar wat je merkt is dat jonge mensen het vaak moeilijk vinden om dan te gaan onderzoeken. Want het vraagt een bepaalde vorm van onderzoek. En wat ik mooi vind, is dat ik kan bijdragen aan dit soort stukken, omdat met dit soort stukken, wat ik eigenlijk achterlaat is een stukje cultureel erfgoed, maar is ook een stukje onderwijs, is ook een stukje educatie en dat op een hele andere manier. Want iedereen leert en onderzoekt op een andere manier. De een wil het lezen, maar de ander wil het visueel zien. En dit is een hele mooie manier om eigenlijk tot een stukje onderzoek te komen. Dus jongeren, jullie moeten niet thuis blijven. Wanneer? We spelen de voorstelling 15, 16 en 17 augustus in het Onstage Theater. Maar het is niet alleen voor jongeren. Het is voor iedereen eigenlijk die zich betrokken voelt en die zich getrokken voelt tot deze voorstelling. Grand Tangi en succes. Dank u. Dank u.